Daar zijn we weer vanuit Dordrecht in plaats van Rotterdam dit keer. We zijn bij de Koninklijke Dordtse Roei- en Zeilvereniging. En we gaan zo eens even zelf proberen in een bootje te roeien. In aanloop naar het WK wat nu in Rotterdam plaatsvindt. Want daar gaan we zaterdag een kijkje nemen. En daarboven loopt onze instructeur. Oh, even zwaaien. Hallo. Ben je er klaar voor, hè? Ja, super klaar voor. Gaan we even een bootje uitzoeken. We hebben net even geoefend, maar nou gaan we met het echte werk beginnen. Alleen in een boot. Alleen in de skiff. Een skiff. Omslaan dus waarschijnlijk. Waarschijnlijk wordt het plonzen. Is het iets spannend? Beetje. Gaat door. Even met die een paar haaltjes maken. Het water is heel lekker hoor, Eef. Ja. Ik ben nog niet eens nog. We hebben besloten om zwemmend naar Rotterdam te gaan in plaats van te roeien. Dat laten we aan de WK gewoon eens over. Die zijn al bezig en dit weekend gaan we bij de finale kijken. Yes. Nou Eve, ik vond het een rot eind. Nou, maar aan die vlaggetjes en die boot hier achter te zien, zijn we gearriveerd op het WK roeien. Zo, nou we hebben ons haar gepeund, een beetje afgedroogd. En we zijn klaar voor de wereldkampioenschappen. Ja, we zijn inmiddels gearriveerd aan de Willem-Alexanderbaan in Rotterdam. En achter ons... De koe roeit en de koebellen kan ook al. We zitten tussen de supporters. Hes, wat gebeurt hier allemaal achter ons? Nou, we staan hier een beetje achter de schermen waar de boten hier achter ons gecheckt worden. Door de jury, volgens mij. Ja, alvorens ze te water mogen gaan. En dat is hier achter. Hier gaan de boten het water in. We varen helemaal tot het einde. En aan de andere kant is de start. Is de start. Russia, USA, Canada. Zeker. En gaan wij even genieten van het laatste sportspectakel. We gaan nog even zwemmen ook. Ook even zwemmen dan. Ook even zwemmen. Doei!